Ik had onlangs had ik een interview. En toen zei de interviewer tegen mij: als je zo doorgaat, zul je nooit herinnerd worden als een belangrijke stadsdeelvoorzitter. Want je hebt het altijd alleen maar over kinderen. Lieve mensen, ik ben stadsdeelvoorzitter geworden omdat ik wil gaan voor onze kinderen. En als ik daarna dan nooit meer herinnerd word, dan is dat maar zo. Maar ik wil niet dat onze kinderen in Amsterdam Zuidoost niet veilig over straat kunnen gaan. Ik wil dat al die prachtige kinderen die daar staan, dat zij zich gaan wapenen. Maar niet wapenen met messen, niet wapenen met guns, nee, wapenen met kennis. Onze kinderen verdienen het dat ze vooruit gaan. Onze kinderen verdienen het dat zij de eerste kinderpers klaar krijgen in heel Nederland. Derry laat zien dat het kan. Onze kinderen verdienen het om op televisie te komen en te praten met Mark Rutte. Ja, geweldig Christiaan dat jij Mark Rutte wil worden. Maar het is onze jongen van Zuidoost veilig maken. Onze prachtige Savi Dors, die al op het Jeugdjournaal is verschenen. Onze kinderen komen overal op televisie en terecht. Dus lieve mensen, zoals we hier staan, samen, die zachte kracht van liefde, laten wij zien aan heel Nederland. Wij in Zuidoost, wij staan niet voor geweld. Nee, wij zijn tegen geweld. Maar we staan wel voor liefde. We staan voor vooruitgang. En we staan voor onze kinderen. En deze stadsdeelvoorzitter zal continu zeggen: onze kinderen hebben het recht om gezond, kansrijk en vooral veilig op te groeien. Daar gaan we voor, daar staan we voor. Dus potverdorie, stop geweld!